was ik. Wat ligt daar nou weer? Een aanbieding! DSDD voor 200 euro! Maar waar moet ik die geld vandaan halen? Misschien uit mijn spaarpot. Shit, alles uitgegeven. Wat nu? Ik weet het, naar de zolder gaan om mijn oude spullen te verkopen. Nou, dit zou ik wel kunnen verkopen. De tok en de tok. Maar waar moet ik het nu nou inzetten? Misschien in die oude Albert Heijnse hamsterwekertas. Ja, dat is wel goed zo. Maar waar moet ik het nu verkopen? Waar moet ik het verkopen? Misschien van die krant, ja, dat zou best wel een goede plek zijn. Mevrouw, ik wil dit alles verkopen omdat ik houtsticker veel geld nodig heb. En uw naam was? Casper Max. Okay. Nou, ik denk dat het wel via 50 euro per stuk kan zijn, ja. Maar dan is het pas 150 euro. Ja. Maar ik heb 200 euro nodig. Ja, maar ja, meer kan ik echt niet geven. En die tas is een heel oude tas, misschien nu. Ja, ik denk het wel. Dan, okay, dan is het wel net goed. Oké, okay, dankjewel. Nu gaan we naar het inventoris. Kan ik u helpen? Ja, ik wil een DS3D kopen. Oké, okay, even snel, maar ik ben heel erg druk bezig. Oké, okay, dat kost 200 euro. Alsjeblieft. Dank je wel. Hier, je DSD. Dank je wel. Yes, eindelijk mijn DS.